Profvoetballer Paul Kwast uit Almere is momenteel clubloos. Na 4 mooie jaren bij RKC Waalwijk besloot die club zijn aflopende contract deze zomer niet te verlengen. Ja, dat is wel jammer, want ik heb natuurlijk een hele mooie tijd gehad bij RKC. 4 seizoenen precies 100 wedstrijden gespeeld. De laatste was de 100ste was tegen Feyenoord in de Kuip. Dus ja, wat ik zeg met de promotie ook van de club 2 jaar geleden, dacht ik. Tegen Go Ahead Eagles toen als hoogtepunt, ja, gewoon echt hele mooie tijden meegemaakt. En ja, dat neem ik alleen maar mee. De 36-jarige Kwaste is dus nu op zoek naar een nieuwe club en houdt momenteel zijn conditie op peil in zijn woonplaats. Ja, ik train voor mezelf hier bij Forza Almere. Dat doe ik eigenlijk echt al sinds ik klein ben, toen het hier Zwarte Schapen heette nog. En dat doe ik vaak met mijn vader. Dan gaan we het veld op en dan ja, gewoon voornamelijk conditioneel ook en met de bal. Dus voornamelijk zelf probeer ik me fit te houden. Ja. Van kleins af aan heeft mijn vader ook al mij altijd apart getraind. Nog naast dat ik bij A80 voetbalde, hier een stukje verderop. Dat is gewoon alleen maar mooi om te zien dat hij nog steeds hier met mij staat eigenlijk. Kwaste was vanwege blessureleed van 2010 tot 2014 niet actief in het betaald voetbal. Tot Almere City hem in 2014 een nieuwe kans bood. Ja, ik heb gewoon een heel goed gevoel aan Almere, ook omdat ze me toen die kans hebben gegeven na mijn 4 jaar blessureleed om mij toch meteen voor 2 jaar te tekenen toen die tijd. En dat werd een succesvolle periode met onder andere 2 gewonnen periodetitels. Kwaste zou een eventuele terugkeer naar Almere City best zien zitten. Ik kom natuurlijk ook uit Almere zelf, dus... Ik denk dat Almere wel een club is die bij me past, dus ik heb daar een goed gevoel bij. Dus wie weet. Maar het allerliefst blijft Almere ook komend seizoen toch actief op het hoogste niveau. Ik denk als topsporter moet je natuurlijk altijd ambitieus zijn en wil ik gewoon in de Eredivisie blijven nog een jaar. Daar richten we ons op dit moment op en vandaar het geduld ook. Dat zal, ja, na het EK zal het allemaal een beetje gaan rollen, hè, het balletje. Dus en dan ja. Daarna zien we wel verder of ik eventueel naar de KKD zou gaan.